Pieter. Ja, Paul. Wil je geen koffie? Nee, nee. Nou, ik wel. Goedendag, Paul hier van de Wegenwacht. Ik sta hier samen met Pieter Barto, een nieuwe Wegenwacht in opleiding. En hij rijdt vandaag een dagje met mij mee. Nou, we zijn al heel de morgen op pad samen en we hebben nu echt een leuk pechgeval gevonden. Een richtingaanwijzer installatie die het niet meer doet. En dat is wel belangrijk. Toch? Zeker, zeker Paul. Nou, we hebben Pieter alvast een beetje laten tobben. En Pieter, wat heb je gevonden? Nou, dit is het relais. Richtingwijzer relais. Of knipautomaat. Knipperautomaat, ja. En we hebben het contactpunt gecontroleerd, die zit hierachter. Ja. En hier zit een soldeerpuntje en die is onderbroken. Oké. Dus die gaan we straks even solderen. En dan? En dan zou je het weer moeten doen. Oké. Nou, dat klinkt positief. Pieter, wat ga je doen nou? Ik ga de puntjes van het relais even doorsolderen, want die is hier, bij deze is die onderbroken. Mm-hmm. Dus dan doen we met een soldeerbout en een beetje soldeer en dan maken we weer een nieuw puntje ervan. Oké, te gek. Nou, ik kijk even met je mee. Ik heb een zijkant van. Daar. Kijk, top man. Hey. Dat moet hem allemaal lukken. Zeker. Kijk, ik zie hier ook nog, pak even een schroefdraaier erbij. Een beetje zwart dat daar, hè? Kijk, zie je? Ja, ja. Hier zit ook een heel klein haarscheurtje. Als je die ook nog even wil pakken, dan hebben we, het allemaal goed voor elkaar. Zo is het beter. Dat is hem. Mooi. Kijk. Hey. Ik hoor hem al. Hij doet het weer. Te gek, man. Nou, ik zou zeggen, Pieter, je bent geslaagd. Nou, dat is mooi. In ieder geval voor dit pechgeval. Kijk, dat bedoel ik. Hey Pieter, wij hebben natuurlijk dit relais gerepareerd. Althans, heb jij knap gedaan. Door de soldeerpunten door te solderen. Als advies hebben wij toch aan die mevrouw meegegeven om een nieuw relais te laten monteren. Dat advies hebben wij gegeven, want zo'n auto is al een beetje op leeftijd. Ja. En zo'n relais dus ook. Ja. Dus wij hebben het natuurlijk al gerepareerd nu door te solderen. Maar dat relaisje is natuurlijk gewoon versleten. Beter is nieuw, toch? Zeker. Die dag hebben we nog verschillende interessante pechgevallen mogen doen. Waaronder ook één op de snelweg die gevaarlijk stond. En ja, dan komen allerlei veiligheidsaspecten ook aan bod. Wel zo belangrijk voor een wegenwacht in de opleiding. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Like hem dan voor mij. Laat eventueel commentaar achter, dat vind ik leuk. Groetjes, dit was Paul.